alles wat je in de tuin kan doen, dat gaan wij ook doen, maar op een zintuigelijke manier. Ruiken, voelen, kleur onderzoeken van de planten. Dat komt allemaal samen op dat prikbord. En dat is eigenlijk de verzamelplek van jullie onderzoek. We hebben twee prikkertjes en één. Nee, deze lijkt zo prikkelig, maar soms is het niet zo prikkelig. Nee, soms niet. We hebben een artisjok. Zo prikkelig. En daarop dat niet, maar deze bloem die iets harder is dan dat. Deze is wel een zachte, deze is ook zacht en deze is de zachtste van allemaal. Mooi. Oh, het ruikt goed. Ja, dit ruikt echt naar kip. Ja, dit ruikt naar limoen. Naar thee. Deze ruikt niet lekker. Oh. Dat stinkt. Met de fabriek. Citroen. Dit is een zakje. Dat is zo wat buitengeur. En een kipje. Kip. Kruiden, een beetje. We gaan dit een uurtje in de zon leggen en dan hebben we een afdruk. Pak dat glas maar in. De planten schieten hier maar in. Yes. Onder water duwen. Yeah. Wow. Eens kijken. Wow. Zo mooi. Wow. Dat is mooi, hè? Ja. Zeg, laat die nog heel voorzichtig aan je bord hangen. Want dat is een deel van ons onderzoek en dan mag je dat drogen ondertussen. Mooi, hè? We hebben een paar bloemetjes gepakt en plantjes. Dan hebben we die geknipt en nu stampen wij daarvoor. En we proberen een supermooi kleurtje te krijgen. Het ligt naar citroen. Oh, kijk, dat wordt zo prachtig. Babyroos. Geplukt goud. Bubbelkumroos. Stinkgeel. We hebben nu van alles geplukt en gedaan. En we gaan nu eigenlijk een paar werken maken om iets terug te geven aan een tuin. Een soort cadeautje is dat we het teruggeven. Ja. Oh, ergens in de tuin je bord recht kan zetten. Dat ook terug een deel wordt van de tuin. Zo, ja. Voilà. Au, we zijn klaar.